nieuwe video van Polestar. We gaan vandaag een strijkijzer gaan halen. Wat het precies gaat worden, dat weet ik al ongeveer. Wat ik wil. Ik wil zo'n bakje, ik ga hem even laten zien. De welke dat ik wil. Ik zal een foto erbij pakken. De welke dat ik eigenlijk wil, dat jullie dat ook een beetje weten. Dus ik zou heel graag deze strijkijzer willen. Ik weet niet welke kleuren die er allemaal zijn. Maar dat wil ik eigenlijk omdat deze strijkijzer er zo uitziet. En om het een vlekje gaat geven op de kleren. Wil ik heel graag nu zo'n strijkijzer. De prijs valt ook mee. Dus gaan we die zoeken op wat we vinden in de winkel. We moeten wel helemaal naar het station wandelen om dat strijkijzer te kunnen gaan halen. Maar hopelijk is het strijkijzer daar. Kleur maakt op zich niet veel uit. Als het maar strijkt, kan zijn dat er misschien verschillende kleuren in zijn. Dan zien we dat wel als we de vraag krijgen. Dan kiezen we een kleur. Maar hebben ze het alleen maar in blauw, dan is blauw ook goed natuurlijk. Dus we gaan ze ook aan het station. Dus let's go zou ik zeggen. Let's go, let's go, let's go. Dus wij lopen hier zo te wandelen. We moeten daar bij de winkel zijn. Trouwens niet gesponsord zelf, maar daar. Dus we gaan helemaal tot daar wandelen. Ik heb hier die piepkar. Je hoort die echt piepen, dat is niet normaal. Dus daar gaan we naar binnen gaan. Wel een beetje spannend. En dan gaan we kijken of dat we ze daar vinden. De dingen die we nodig hebben. Ik ga trouwens ook eens kijken voor hieronder, zo voor een nieuwe staander. Maar dat is voor binnenkort nog te kopen. We gaan even kijken. Dus we gaan nu naar binnen. Dus we zijn nu binnen. En we gaan eens kijken of dat ze het hier hebben. Het strijkijzer. Dus we gaan eens kijken. Deur dat beneden staat. Denk ik. Dus te zien. Terwijl ze nu toch niet staan. Dus ik denk dat beneden staat. Maar ze hebben nu wel alles eigenlijk. Een bak. Alles is. We gaan beneden eens kijken. Ik zit tabletten eigenlijk. Het is wel een leuke tablet om zo. Om te hebben. Om te hebben, ik bedoel, te kopen. Dus ja, hier hebben ze het niet. Het zal beneden staan. De strijkijzers. Maar ik was aan het kijken. Ik kom zo naar uitzet. Om te hebben. Nee, maar ik zie hier niet. Dat zijn die dingen voor de laptop. Je hebt zelfs zo'n klein toetsenbordje voor zo je nummertjes te doen. Maar dat is wel goed. Dat zou iets zijn, hè, voor YouTube. Dus een micro. Dat zou wat zijn. Dus we gaan eens kijken beneden. Hier heb je die strijkijzers die we zoeken. Wij zaten er wel niet bij dat jullie die op online hebben gezien, dus ik kan eens vragen wat de beste is, maar deze is ook zo'n pak die je zo open kunt doen voor water blokking, dat is zes, maar die is ook niet zo heel duur, dus dat is ook wel eventueel gaan voor zo'n bak. Deze heb je ook van Philips, die is iets groter en dat is ook zo met zo'n bakje naar beneden, maar de dingen die we online hebben gezien staat er niet bij, want je hebt er veel strijkijzers, maar die staat er niet bij. Of die staat daar, dat kan ook natuurlijk. Of die daar staat. Maar dat is ook al één, omdat eventueel wel in het budget past. Dan moet je nog zo dingen hebben voor erbij. Want je moet dan zo dingen hebben, geconcentreerd water denk ik, voor erin. Maar dat is al één die we op het oog hebben. We gaan daar nu eens kijken. Dus die staat dan hier. Dat zijn gewone strijkijzers. Dus ik had eens vragen. Dan heb je toch een beetje een beeld van welke strijkijzers er zijn en zo. Zo'n roze. Dus dat zijn ze eigenlijk allemaal. Dus dat voel je wel een gezonde pak moet mee pakken. Mooi. Dus ik had eens vragen. Dus we moesten hem bestellen. Maar morgen wordt hem sowieso geleverd. Dus ze moesten hem bestellen. Maar ik vind het ook niet erg. Ja, als ze moeten bestellen, moeten ze hem bestellen. Ten andere vonden ze niet. Dus daarmee heb ik iets duurder gepakt. Maar het komt ook wel in orde. Dus dat komt helemaal in een chakotje, zeggen ze dan. Dus
Ja, en voor onder uw camera, dat hadden ze niet. Dus ja, heb ik dat niet kunnen kopen. Maar ja, kom. We hebben wat we moeten hebben. En morgen wordt het geleverd. Dus op zich alleen maar goed eigenlijk. Dus alleen maar positief. Dan gaan we nu richting de stadhuis. Ik was een affiche van de Vredesfeesten. Like jaarlijkse traditie. Dus we gaan eens vragen voor zo'n affiche van de Vredesfeest. Ik weet niet of dat thuis nog open is. Dus ik kan het even opzoeken, want als die niet meer open is, dan ik dat voor niks, snap je? En dan loop ik al die kilometers voor niks om. Dus hier wandelen we dan. Hier wandelde ik als kind ook altijd. Het is er wel leegstaand, hè. Veel is er niet te zien. Ze moesten hem bestellen, maar morgen wordt hem sowieso geleverd, dus ze moesten hem bestellen. Maar ik vind het ook niet erg, ja, als ze hem moeten bestellen, moeten ze hem bestellen. De anderen vonden ze niet, dus daarmee heb ik iets duurder gepakt. Maar het komt ook wel in orde, dus dat komt helemaal in de chakotje, zeggen ze dan. Dus ja, en voor onder uw camera, dat hadden ze niet, dus ja, heb ik dat niet kunnen kopen, maar ja, kom, we hebben wat we moeten hebben. Morgen wordt het geleverd, dus op zich alleen maar goed eigenlijk, dus alleen maar positief. Dan gaan we nu richting de stadhuis. Ik was een affiche van de Vredesfeesten, like jaarlijkse traditie, dus we gaan eens vragen voor zo'n affiche van de Vredesfeesten. Ik weet niet of dat thuis nog open is, dus ik kan het even opzoeken, want als die niet meer open is, dan ik dat voor niks, snap je? En dan loop ik al die kilometers voor niks om. Dus hier wandelen we dan. Hier wandelde ik als kind ook altijd. Het is er wel leegstaand, hè. Veel is er niet te zien. Dus ik heb het affiche gekregen, het zit hier in de kar. Dus ik ben heel blij dat we dat al hebben, het affiche. Het affiche zit eigenlijk hier in de kar. Dus die hebben we al, dus die kunnen we dan straks gaan ophangen. En wat dat ze ook hadden, vond ik ook wel heel leuk, was eigenlijk al, wacht even zoeken, deze. Voor de uren waarin de ballons opstijgen, wie er precies allemaal komt, om laat te komen. Dus dat vind ik wel leuk dat ze dit eigenlijk al hadden. Dus ik heb het al meegenomen. Ik ga het wel nog 10 keer kwijtraken. Maar dan hebben we dit toch al voor aan de vrienden door te geven wanneer eigenlijk alles is. Dus dat is eigenlijk wel leuk eigenlijk. Dat het al... Dan maak ik een beetje reclame eigenlijk. Nee? Dus dat hadden ze ook al. Dus daar ben ik wel blij mee. En ja. Dus, en het zat er wel... Kijk, het is gewoon... Hoe dat thuis eruit ziet.
zag er wel schoon uit. Ze waren ook heel vriendelijk op de, bij de bureau. Ze waren zeer vriendelijk. Ze hebben ook heel hard geluisterd wat ik moest hebben. Ondanks dat ik heel hard rondkijk, want ja, ik wil al die etages zien hebben. Dat is zo. Dat heeft een beetje te maken met een artiest, maar ik wil alle etages zien hebben. Een beetje wennen aan de situatie, dus. Maar heel de vriendelijke mensen bij het bureau. Zeker en vast een team. Echt heel vriendelijk. Rustig. Vraag heeft iets nodig, zo hoeft dat te zijn. Dus ja, en nu gaan we richting huiswaarts. En dan kunnen we het advies ophangen. En dan hebben we zo'n beetje alles gedaan wat op ons papiertje stond. Dus alles volgt als schema, op mijn schema. Dus daar ben ik wel blij mee. Dus we gaan nu terug naar huis. Dus we gaan proberen om die op te hangen. Ik heb niet de juiste plakkers om die poster op te hangen. Maar we gaan hem toch met anderen doen. Dat hem toch hangt. Hopelijk lukt het wel. Dus, we gaan eens kijken. Er komt dus hier een liter al helemaal klaar. Het is helemaal klaar om te hangen. Zo, dit is hem, de poster van de Vredesfeest, dus, en die komt hier aan, dus we gaan deze even ophangen. Zo, hij hangt helemaal op, hij hangt misschien niet recht, maar hij hangt. Hopelijk vonden jullie dit een leuke video, zie je het omhoog, vergeet niet te abonneren en morgen zie je niet het strijkijzer. Tot ziens!